Voilà, ook daar weer wat stress verminderd. Cool. Meeting is now streaming live on YouTube. Allee, goed. Yes. Voilà, ik kan nog een laatste check-up doen. We zitten al bij tegen de 50 mensen die hier... Voilà, kijk, Bart komt er nog bij. Dat is 50 personen die hier nu live aanwezig zijn. Geen stress, Yvonne. Dat is een halve zaal. Maar het voelt gelukkig niet zo aan. Komt goed. Oké. Okay. Goed zo, mooi. We gaan eraan beginnen. Voilà, ja. Welkom iedereen. Ik ben Peter van der Velde, projectleider van GSCI Change Your Game 2020 en jullie host in deze webinar. Voor we beginnen, enkele huisregels voor een aangenaam verloop. De camera's mogen uitblijven, of de camera's mogen aanblijven, maar we vragen wel om de micro's af te zetten. Schrijf gerust jullie vragen nu al in de chat tijdens de webinar. En misschien zal Yvonne ze tijdens de webinar of nadien behandelen. Indien je plots van de situatie zonder internet zou vallen, gebruik dan dezelfde link om terug in te loggen. Ik controleer permanent op nieuwe inloggers. Dit mooie project is ontstaan uit de nood van onze leden hoe we positief met verandering kunnen omgaan. We zien rondom ons dat de wereld of crisis leeft, waar we normaal gezien ons spel speelden en dit niet meer het geval is. Dus we moeten verandering gaan implementeren. En dus met dit project geven we vertrouwen dat verandering een positief verhaal kan zijn, dat als we dat nu toepassen, echt mooie toekomsten biedt. Daarom is Yvonne Koop van Vitality Warehouse onze gasten. Maar wie zijn wij? Wel, GSCI is een internationale NGO met meer dan 200.000 leden wereldwijd. In zijn meer dan 100-jarig bestaan geeft ze middelen voor jongvolwassenen tussen 18 en 40 jaar om aan zelfontwikkeling te doen op vlakken van business, gemeenschap of trainingen waar dit project GSCI Change Your Game 2020. Iedereen vertraagt in coronatijd. En toch zijn sommige mensen meer gestresseerd dan ooit tevoren. Haast onmogelijke combinaties van werk, gezin, studies, huishouden, nieuwe klanten zoeken, etc. laten de stressniveaus opschieten. Maar wat zal er gebeuren na de crisis? Targets moeten ingehaald worden, boekjaren goed gemaakt, nieuwe producten ontwikkeld. Maar hoe slaag je erin om het overzicht te bewaren en slechte stress de baas te blijven? In deze mini-training gaan we op onderzoek uit wat stress is en hoe zich dat bij jou uit. Je krijgt concrete tips en tools om verder mee aan de slag te gaan. Wie is Yvonne? Wel, Yvonne is lid, past present, trainer en senator van GSCI Veurne Westkust. Ze beschrijft zichzelf als marketeer by day, maar ook als bachelorstudent coaching en well-being management aan Vivis. Ze geeft workshops, trainingen op de vitaliteit, stressmanagement en mindfulness. Zowel aan bedrijven als particulieren. Zij is ook nog eens een yoga-docent en geeft les in Brugge en Kokseide. Dus een veelzijdige vrouw. Ik kondig jullie met heel veel plezier Yvonne Koenig aan. Met Slow Down, gezonde omgang met stress. Yvonne, the floor is yours. Dankjewel Peter voor deze mooie introductie. Ik heb er ongelooflijk veel zin om met jullie vanavond te werken. En zoals het mij als trainer betaamt, ga ik jullie direct aan het werk zetten, want het is een mini-training. Het is niet de bedoeling dat ik hier een uur lang spreek. Ik hoop dat iedereen de mails van Peter goed gelezen heeft en zijn worksheet afgeprint heeft. Daar staat er een woordzoeker erop. Ik moet eerst mijn screen share. Sorry. Daar heeft Peter mij inderdaad de rechten toe gegeven. Share screen. Yes. Oké. Dus jullie kunnen het screen nu zien. Jullie hebben een woordzoeker gekregen. En jullie krijgen nu eventjes 2 minuutjes de tijd. Jullie gaan niet zoveel nodig hebben, denk ik.
om de volgende woorden te zoeken. Pak een stilo, pak een marker en ga op zoek naar de woorden. Ademhaling. Adrenaline. Beweging. Energie. Freeze. En yoga. Allemaal dingen waar we vanavond mee aan de slag gaan gaan. Misschien kan je ook, je hebt dus emoticons dat je kan gebruiken. Dus als je ze allemaal gevonden hebt, dan mag je daar je hand op steken of applausje geven, denk je, kan je doen. Dan kan ik dat een beetje zien. Wie dat er al klaar is. Iemand al allemaal gevonden heeft. Daar wordt keihard gewerkt. Moest er iemand nog het worksheet niet hebben en het graag nog in pdf-vlucht een keer downloaden? Het staat op vitalitywarehouse.be/worksheet. Ik ga dat misschien even in de chat ook zetten. Dan jullie dat hier aan iedereen. vitalitywarehouse.be/worksheet. Dan kan je toch tenminste daar nog eventjes bekijken. Goed, Aline heeft een duimpje. Aline heeft ze allemaal gevonden. Dat is top. Oké. Zijn er nog mensen die bezig zijn? We gaan het anders hier even afronden. Want ik ga het verklappen. Er staan niet alle woorden erop. Er is één woord die er niet op staat, inderdaad. En dus is de vraag van, wat doet dat met jou? Peter, wil je eventjes de poll starten? Dus jullie gaan een poll te zien krijgen. Hoe voelt het voor jou om die taak niet te kunnen afmaken? Zeg, ik lig daar niet wakker van, want uiteindelijk, het is maar een spelletje. Of, ik voel me daar wel ambetant bij, maar ja, het weegt niet zo zwaar door. Of zeg je, ik word er echt nerveus van. Dat is niet fijn voor mij. Dus je kan dan nu stemmen wat er het meest voor jou van toepassing is. En Peter gaat mij dan straks de resultaten weten te zeggen. Momenteel moeten nog 13 mensen stemmen. Dus geef maar van jetje. Ja, het moet niet iedereen stemmen. Hè? Als je zegt van... misschien is dat geen optie. Ik heb geen zin om polls te doen. Ook goed, hoor. Dus Peter, kan je mij eventjes zeggen van wat dat de verdeling ongeveer is? Ja, natuurlijk, Yvonne. Laten we beginnen met de laagste score. Dat is 25%. Ja. Ik lig daar niet wakker van. Oké. Dat wil zeggen dat er 75% toch op de een of andere manier zich daar niet goed bij voelt. Exact, inderdaad. Want zowel ambetant, maar toch oké. En ik word er nerveus van, allebei 38%. Ja. Oké. Goed. Dankjewel iedereen voor te stemmen. Dat is eigenlijk maar om aan te tonen dat zoiets simpels ons eigenlijk al zo'n beetje niet echt uit het lood kan slaan, maar je krijgt een opdracht en je kunt die niet afwerken zoals je dat zelf graag wil. En dan word je gewoon soms ambetant van. En dat bezorgt je eigenlijk al stress. En bij iedereen is dat anders. Hè? Er zijn inderdaad sommige mensen die nu zeggen van, weet je wat, dat is maar een dom spelletje. Maar die in een andere situatie, waar dat jij totaal rustig bent, dan daar wel weer over het in het rood slaan. Hè? Dus stress is sowieso subjectief. En stress is ook iets dat de ene dag anders is dan een andere. Vandaag heel rustig die een woordzoeker invullen. En als ik die al morgen geef, met misschien een, dan ga je daar nerveuzer worden of ja, daar helemaal niet op reageren. Dus hou dat in het achterhoofd. Het is niet voor iedereen hetzelfde. En het is ook niet voor jou altijd hetzelfde. Goed. Er staat dus inderdaad yoga op. En ik heb heel veel mensen dit zien doen.
Uiteraard gebogen over jouw blaadje, want dat heb ik gezegd om te doen, uiteraard. Maar in deze tijden, en zeker in thuiswerk, waar dan niet iedereen van zijn werkgever waarschijnlijk een ergonomische desk thuis heeft, zitten veel mensen waarschijnlijk ook zo een aantal uren aan hun bureau. Nu, moeten weten, uw hoofd dat weegt ongeveer 5 kilo. Dus als u dan mooi recht staat, dan weegt die, dan moet uw spieren 5 kilo dragen. Voor iedere 15 graden dat je hoofd naar voren kantelt, komen er ongeveer 5 kilo bij. Dus op het moment dat je zo zit, dragen deze spieren hier achteraan ongeveer 27 kilo. En dat is behoorlijk wat en dat is allemaal niet goed voor ons stressniveau. Dus wat gaan we doen? Ik ga hier eventjes eentje... We hebben eigenlijk nog niet veel gedaan in de training en toch gaan we al een eerste break doen. We gaan al een keer alles losmaken. Nu, ik weet, niet iedereen vindt dat fijn om nu zijn camera op te laten staan. Als je daar comfortabel bij voelt om de camera uit te doen, doe dat. Hè? Ik heb daar ook helemaal geen probleem mee als je dat lekker op je eentje wilt doen. En we gaan gewoon beginnen met je hoofd naar de zijkant te laten zakken. En nu is het wel een leuk beeld. En een keer naar de andere kant. En voel een keer goed die stretch aan de zijkant. En nog een keer naar de andere kant. Kies de jouwe. En als je aan deze kant bent, trek je je kin naar binnen. Met je neus naar voren. En laat je hoofd langs voor rollen tot aan de andere kant. En dan kan je voelen hoe dat die stretch zich in de nek van achter verplaatst. En naar de andere kant. Belangrijk is dat je kin naar binnen toe trekt. Ah, nog één keer naar de andere kant. Oké. Dat is al een goeie om je nek los te maken. Je mag je handen op je schouders leggen. En sowieso als je zit, een mooie rechte houding. En dan eigenlijk een soort zwembeweging naar voren. Dus je roeit met je ellebogen naar voren. En ik mag dat klein beginnen, maar hoe groter dat je die beweging maakt, hoe meer dat je hier in die zijkant ook die flanken een keer stretcht. Dus ik ga goed vooruit rollen. Dat brengt heel je bovenlichaam in beweging. En dan een keer achteruit ook. Oké. Dat is ook wel eentje die goed beweegt. Oké. Wat er ook gebeurt, als je zo voorover buigt, dan ga je hier je borstspieren verkorten. Dus die staat zo. Dus om die te sterken, moet je eigenlijk gewoon je handen op elkaar bersen. Maar echt wel heel hard. Burst je heel hard op elkaar. En dan een keer de handen omhoog. Boven je hoofd. Dat is zo'n beetje een Buddha move. Doe een Bollywood. Kijk hoe de borstspieren laten werken. Oké, nog een keer omhoog. Blijven duwen. Blijven hard duwen. Heel bewust. Ja. En terug omlaag. Oké. Jullie zitten allemaal op een stoel. Ik ga ook even een stoel pakken. Ik ga mijn een keer een beetje verlagen. Zullen jullie dat hier allemaal goed zien, hopelijk? Yes. Een beetje achteruit. Dus je komt vooraan op je stoel zitten. Zet je knieën in een hoek van 90 graden. En dan maak je een soort zwembeweging en pakt je stoelleuning achteraan vast. Daarmee trek je al je borstspieren open. En dan kan je nog altijd je borstbeen helemaal naar het plafond strekken. Schouders naar achter, schouderbladen naar elkaar. Helemaal open trekken. Dat is die exact tegenovergestelde beweging wat je meestal op een stoel doet. En dan weer lossen. Oké. Goed, we gaan nog onze wervelkolom de keer goed draaien. Dus je ademt in en strekt je armen omhoog. En dan leg je rechterhand op je linkerknie. En met je linkerhand pak je oftewel de stoelleuning aan de zijkant vast. Of bovenaan. Of als je lichaam het toelaat en enkel dan, kan je ook de buitenkant van de tegenovergestelde stoelleuning vastpakken. Dus ga echt wel maar zo ver of dat je lichaam het toelaat. Dus de wervelkolom wordt eigenlijk helemaal gedraaid. En dan kan je nog over je linkerschouder naar achter kijken. Om een keer heel goed uit te wringen eigenlijk. Dat is eigenlijk echt een wringbeweging dat je maakt met je wervelkolom. En dan adem je in. En uit. Leg je linkerhand op je rechterknie. Met je rechterhand pak je de stoelleuning vast bovenaan. Aan de zijkant bovenaan. Of aan de andere kant.
En dan adem je in. En terug uit. Oké. Iedereen een klein beetje losser. Goed. Dat zijn een heel simpel, een paar heel simpele oefeningen dat je elke dag kan doen. Ik ga volgende week nog een keer een stoel yoga les opzetten op mijn website. Als je daar iets leuks bij vindt of dat je daar deugd van hebt, dat je daar af en toe naar terug kan kijken. En dan hebben we... Ik ga nu eventjes mijn dochter een keer zeggen dat ze nu wel weer terug mag gaan. Wat is er? Nee, Mara? Ondertussen wil ik nog een paar getuigenissen van deze stretching delen. Een zekere Stef Verbeek, een gast in de vorige YouTube-aflevering, en nog nooit in mijn leven zo los geweest, denk ik. Dus dankjewel voor deze oprechte, eerlijke getuigenis, Stef. Oké, dankjewel voor jullie geduld eventjes. Dat is dus ook het ding van thuiswerken, dat er kinderen inderdaad soms... denken dat ze altijd en overal tegen de afspraken ergens binnenkomen. Goed. Nu, we hebben al het een en het ander gedaan. Ik heb mezelf nog niet zo heel erg veel voorgesteld. Ik ga dat ook heel kort houden. Ik heb de best 9 van mijn Instagram van 2019 gepakt, omdat dat eigenlijk heel mooi toont met wat ik allemaal bezig ben. Mensen van JCI erkennen daar ongetwijfeld... het Vlaams congres van vorig jaar. Een foto van de vlak zit er onder andere bij. Dus ik ben heel veel met training ook bezig binnen JCI. Mijn gezin staat erop. Er staan ook enkele yoga-foto's erop. Ik geef dus yoga op de mat, maar ook in de hangmat. Dus in doeken, aerial yoga, heb ik ook. Wat staat er nog op? Ah, een foto van Helen, mijn beste vriendin, en mezelf... toen dat we nog vers en monter waren voordat we 65 kilometer door de nacht stapten. Dus zo'n uitdaging af en toe, dat mag er ook wel bij zijn. Wat doe ik nog? Ik ben eigenlijk op professioneel vlak, ik ben marketing manager bij Amelior, een opleidingscentrum die onder andere opleidingen en consultancy en interim management doet. Maar zoals Peter in het begin ook zei, ik ben bezig met een bachelor in coaching en well-being management te behalen. En ik werk nu al freelance voor onder andere bijvoorbeeld Triangle, voor welzijnsinterventies op het werk, waar ik onder andere bijvoorbeeld mindfulness at work, stressreducerend bewegen en dergelijke geef. Jullie kunnen mij volgen op Instagram via mijn persoonlijke account of mijn bedrijfsaccount. En daar kunnen jullie dan af en toe ook wel een keer leuke tips en tricks meepakken. Goed, we gaan verder met de content. De krokodil. Het gaat vanavond over stress. En eigenlijk is stress gewoon een lichamelijke reactie op gevaar. In de oertijd was dus die krokodil het levensbedreigend. Allee, dus waarschijnlijk nu nog altijd levensbedreigend als je daar niet verstandig mee omgaat. Maar het is eigenlijk een reactie, een overlevingsmechanisme om te zorgen dat we inderdaad gevaar op tijd herkennen en daar gepast op reageren. Dus in de oertijd was dat inderdaad wilde beesten of vuur bijvoorbeeld en dergelijke. En wat er dan eigenlijk gebeurt in jouw lichaam, is dat het de fight, flight of freeze reactie triggert. Dat is eigenlijk, dus het gevaar komt binnen in je brein, in amygdala, en die stuurt dan een signaal naar je lichaam, onder andere om adrenaline te maken en cortisol aan te maken. Dat zijn de twee stresshormonen, adrenaline kent iedereen. Hé? Dat is ook de positieve stress. Soms dat je zo hebt van, oké, dat is wel fijn. En wat is de hoofdtaak van adrenaline? Is eigenlijk onder andere suiker vrijmaken. Hé? Suiker wordt onder andere opgeslaan in de lever. En dat wordt dan vrijgemaakt zodanig dat je energie hebt om te vechten, te vluchten of te verstaren. Eigenlijk gewoon stil te staan en te denken van, oh, dat beest te stoten, dat het niet doorheeft dat ik nog leef. En cortisol breekt eigenlijk eiwitten af, omdat van eiwitten ook energie kan gemaakt worden in je lichaam. En wat gebeurt er dan eigenlijk in die stressreactie om
fight, flight of freeze te kunnen bekomen, wordt er bloed naar de grote spiergroepen gepompt. Dus dat zijn uw benen, uw armen, om te vechten of om te lopen. En dus wordt bloed uit de perifere leden van je lichaam teruggetrokken. Dus daarmee heb je ook soms koude handen als je stress hebt, koude voeten. Omdat dat allemaal naar het binnenste, naar de vitale organen gaat, om die te beschermen. Je hartslag verhoogt, je bloeddruk gaat omhoog. Je gaat eigenlijk echt in een overlevensmodus. Ook niet belangrijke mechanismen in het lichaam worden gewoon platgelegd. Hè. Spijsvertering in stress, dat werkt dus niet. Hè. Want die in een eclair dat je dat juist gegeten hebt, dat die nu verteert op het moment dat je moet lopen voor een beest, dat helpt niet om te overleven. Hè. Je gaat niet rapper lopen of beter kunnen vechten als je maag nu nog eventjes die een eclair in al zijn kleine bestanddelen verteelt. Dus daarmee hebben mensen die stress hebben ook vaak maagklachten. Omdat er inderdaad gewoon van alles gebeurt dat die maag niet de kans krijgt om te verteren. Ook zo dingen als voortplanting, dat helpt u ook niet om te overleven op dat moment. Hè. Dus koesting en seks en dergelijke, als je moet lopen voor een beest, zit er meestal ook niet in. Ja. Maar er is ook niet enkel negatieve stress. We kunnen ook positieve stress hebben. Hè. Dat half uur, of laat nog de vorige laatste week zijn, heb ik wel stress gehad hiervoor. Maar dat is positieve stress. Hè. Dat maakt u alert, want adrenaline maakt u ook alert. Dat zorgt ervoor dat je op dat moment scherp staat. Hè. Nu, wat gebeurt er ook eigenlijk in stresssituaties op basis van uw brein? Dus uw prefrontale cortex wordt uitgeschakeld. Dat is het brein dat we als laatste in de evolutie bijgekregen hebben. Dat zit hier zo achter je voorhoofd. En dat is het brein die rationele beslissingen maakt. Die dus kan overwegen, ja, dat is een optie of dat is een optie. En ik kan die tegen elkaar afwegen en de consequenties overzien. Als je moet lopen voor een beest, dan heb je daar niks aan, hè. Misschien zou ik kunnen lopen, maar zou ik dan naar daar lopen? Of misschien beter naar daar? Tegen dan zit het opgeven. Dus dat is eigenlijk waarom dat uit overlevensmodus je prefrontale cortex wordt uitgeschakeld. En dat er ook heel veel mensen op het moment dat ze stress hebben, het gevoel hebben dat ze niet helder kunnen denken. En dat is ook heel normaal, want je gaat terugvallen op je instinctieve brein. Voilà. Dus ook, stress kan ook mentaal zijn. Hè? Dat je zegt van, oh, ik heb zo'n berg werk dat ik nog vandaag moet doen. Maar stress kan ook fysiek zijn. Hè? Dus hitte of koude bijvoorbeeld, dat zijn fysieke stressfactoren die eigenlijk voor je lichaam hetzelfde betekenen. Want het is levensbedreigend. Als je nog lang in die koude blijft, dan wordt dit levensbedreigend en reageert je lichaam ook met dezelfde reactie eigenlijk. En dan, als er dit gebeurt, dan is dat zalig. Ik weet dat er in deze omgeving eigenlijk in de natuur geen krokodillen zijn. Maar ik vond het wel een prachtig plaatje. Maar als je brein dit ziet, van mijlenver, geen krokodillen, de rust zelf, dus een mooie zonsondergang, dan creëert dat veiligheid voor je brein. En dan kan de andere reactie, die eigenlijk de tegenreactie is, wel in gang schieten. En dat is de rest and digest reactie. Wat er dan gebeurt, is eigenlijk dat je lichaam de tijd krijgt om te herstellen. Je gaat in een rustmodus. Het grootste voorbeeld daarvan is slaap. Slaap is absoluut de rust, herstel van je cellen die kapot zijn en zo verder. Dus dan ga je je brein gewoon het signaal geven dat het veilig is en dat het nu eventjes alles mag terugkeren. Dus de bloeddruk weer omlaag, hartslag omlaag, ademhaling weer rustiger. En dat is ook waarom als je veel stress hebt, dat je dan moeilijker kan slapen. Omdat je op dat moment niet in slaagt om jouw brein het signaal te geven dat het nu tijd is om te vertragen en te rusten. Dus dat is een heel belangrijke. Rest and digest. Nee, dat is natuurlijk fight, flight, freeze. En dan rest and digest aan de andere kant. En dan zegt het eigenlijk ook digest.
Dus spijsvertering, maar ook inderdaad de figuurlijke vertering van alles wat er gebeurd is, kan op die momenten dan gebeuren dat je daar een beetje dat alles een plaats kan geven. En het is natuurlijk belangrijk dat er daar een balans in is. Hè? Dus want om nog een keer terug te gaan op het zenuwstelsel. En ik heb hier twee verschillende zenuwstelselen. Je hebt het willekeurig zenuwstelsel. Hè? Als ik zeg van ik wil mijn arm strekken, dan strek ik mijn arm. Dus dan heeft mijn brein een signaal aan mijn arm van die moet nu gestrekt worden. Ik wil dit opschrijven. Dat lukt. Maar je hebt ook het onwillekeurig zenuwstelsel. En daar heb je eigenlijk geen invloed op. En dat zijn de dingen die, zoals je spijsvertering, je hart. Je moet niet aan je hart zeggen van, wil je nu alstublieft 60 keer per minuut ongeveer kloppen? Want dan kan ik overleven. Nee, je hart doet dat vanzelf. Nee, je nieren en je lever, die eigenlijk alles zuiveren in je lichaam, dat gaat allemaal vanzelf. Ja, heb je eigenlijk geen speciale breindink voor nodig. Hè? Het beste voorbeeld is, als je slaapt, ja, je geeft geen bewust signaal aan je lichaam. En toch werkt dat allemaal tijdens de nacht ook. Hè? Maar belangrijk is dat het een evenwicht moet zijn. Hè? Dus we zijn inderdaad gemaakt om... Soms kan dat wel een keer stressvoller zijn en soms is dat een keer rustiger. Maar als dat altijd aan de ene kant doorhelt, dat is precies alsof je met een auto altijd plankgas geeft. Als je altijd plankgas geeft met je auto, dan gaat die opeens versleten zijn. Dan, als je niet af en toe een keer remt, heel slecht voor de motor. En dat is met ons lichaam net hetzelfde. Oké. Ik ga jullie nog een keer... We gaan het stressniveau en de stresscurve eventjes bekijken. Jullie hebben dat ook op jullie worksheet, dus straks mogen jullie dat zelf ook invullen. Als het goed is, dan kan ik nu hier tonen. En ik kijk nu even naar daar, omdat daar mijn tweede scherm staat. Dus het is niet omdat ik niet naar jullie wil kijken. Dus dit is eigenlijk een dag. Als ik zeg tijd, dan is dat van het opstaan tot het ongeveer slapen gaan. En dan als je opstaat... En je gaat, je ziet op je gsm dat je eigenlijk een meeting vergeten bent dat er vandaag begint. Ja, oké, stressniveau omhoog. En dan gaat hij normaal zo weer een beetje naar beneden. En dan gaat hij weer omhoog. En eigenlijk in een gewone dag, of wat ons lichaam eigenlijk voor gemaakt is, is dit. Je stressniveau gaat omhoog, je stressniveau daalt. Stressniveau gaat omhoog en je daalt. Fight, flight, freeze, rest, digest. Als je dit kan volhouden, dan is dat perfect haalbaar en dan is het absoluut niet erg dat je in je stresspiek zit. Zolang dat je ervoor zorgt dat die daling er ook aankomt. Als je natuurlijk 's morgens, inderdaad, ik heb die meeting vergeten. Oké, ik ga eerst een koffietje drinken. Oh nee, en mijn kind komt in een juist, ik heb nog huiswerk en ik heb dat vergeten te doen. Ah ja, oké. Ik ga dat hier nog vlug nog fixen. Oké, maar nu kan ik in een auto eventjes naar het werk. Oh nee, dat is verkeerd. Ik heb een beetje heel erg veel file. En ja, maar ik kan op de bureau dan wel eventjes toekomen. Ja, ik ga eerst een koffietje drinken. Maar er ligt al zo'n berg dat mijn collega daar gelegd heeft. En je bent in no time helemaal naar boven. En dat is op zich ook niet erg als dat één dag duurt. Als dat 2 dagen duurt... 3 dagen, laten we zeggen een week, dan gaat je lichaam dat aankunnen. Maar op een bepaald moment, dat is ook waarom dat er heel veel mensen bijvoorbeeld crashen als ze op vakantie gaan, omdat ze dan de tijd hebben om te rusten. En dan is je lichaam, die zegt van, maar nu is het helemaal plat. Nu gaan we niet meer verder. Dus het is belangrijk dat je dat inderdaad een beetje... in evenwicht houdt en dat iedere keer weer ook echt laat zakken voordat die nieuwe stresspiek er komt. Dus nu, als het goed is, kunnen jullie eigenlijk stickertjes zetten op het scherm. Als je bij Annotate heb je het vakje Stamp en dan kan je hartjes of sterretjes of kies maar wat. Ik zou graag hebben dat je, als het voor jullie lukt, een stickertje plakt bij de stresscurve zoals die voor jou vandaag eruit zag. Was dat de bovenste of was dat de onderste? Ik zie het hier opvullen, dat is heel leuk. Hartjes, sterretjes. Komt er nog iets bij? Ja. Dus even zoeken ook om het te vinden.
Ja, en ik zie de bovenste rij toch heel snel opvullen. Ja. Er zijn een paar mensen die onderaan ook zitten. Dat is heel goed. Dat is super. Ja. Yvonne, ik heb een paar mensen die zich vragen hoe kom je bij annotate? Kan je nog even begeleiden? Dat zit normaal onderaan in je control balk, waar dat je onderaan... Zit het bij jou boven? Marjolein doet teken, het zit bovenaan. Oké, het zit bovenaan dus. Dus het zit bovenaan op je scherm, als je daar helemaal tegen hovert. En dan gaat normaal het een minuutje naar beneden. En dan kan je annotate. En om een stickertje te plakken, kies je voor stamp. En dan kan je in stamp verschillende vormpjes kiezen. Ah, het gaat nu super vlug, dus iedereen heeft het, of de meesten hebben het gevonden. Perfect. Yes. Ah, schrijft iemand bij op zondag, is het de onderste. De onderste kant. De onderste curve. Ja, dat is ook een goeie eigenlijk. Hey, als het op zondag wel zo gaat en de andere dagen de bovenste curve is, dan is dat eigenlijk perfect. Hè? Dan kun je eventjes een keer rusten. Maar ik zie toch echt wel veel mensen die bovenaan zitten. Oké. Goed, je mag voor jezelf een keer, als je het nog niet gedaan hebt, voor jezelf in die curve, een keer, dat is deze hier, je eigen stresscurve tekenen, mocht je dat nog niet gedaan hebben, om een keer stil te staan. Misschien van, wat is jouw grootste stresspiek vandaag geweest? En, maar ook, wat was jouw grootste daling? Wat was het moment dat je dacht van... Nu heb ik het allemaal weer stilletjes aan onder controle. Komt weer goed. En wanneer was het het moment dat het aan het overslaan was, helemaal boven? We gaan daar straks mee aan de slag. Want... dus de eerste keer, ik vind dat al mooi. Hè? Ik ga even een foto van trekken van jullie mooie stresscurves hier. Ik vind dat al leuk dat dat werkt. Oké, ik ga dat nu even clearen allemaal. En dat hier sluiten. Want jullie zitten hier al allemaal en ik ben een trainer. En een trainer is gewoon van niet te lang zelf te babbelen. En ik heb dat nu zelf al veel te lang gedaan. Dus we gaan bewegen. Dat is 60 seconden, dat is echt niet lang. Opnieuw, als je geen zin hebt om mee te doen, dan doe je niet mee. Als je zin hebt om je camera uit te doen, dan doe je hem uit. Bij mij gewoon de uitnodiging om eventjes mee te doen. We doen 60 seconden lang. We gaan 20 seconden daarvan, dus dat is de eerste 20 seconden lang, gewoon ter plaatse lopen, zo'n beetje skippen. We gaan de tweede ronde 20 seconden lang boksen, dus met je bovenlichaam bewegen. En dan gaan we nog 20 seconden lang squatten. En dat is eigenlijk gewoon precies alsof je op een stoel gaat zitten, zo met je poep achteruit, maar net niet op die stoel gaan zitten. Nee, dus ik ga die dan straks een keer verzetten, dat we dan allemaal kunnen meedoen. Dus ik ga die een timer opzetten. En wie graag meedoet, die doet mee. En dan gaan we een keer kijken. Alright, dus we zijn gestart. We gaan allemaal lopen. Dus ter plaatse. Je kunt de knieën optrekken. En we gaan nog 10 seconden gaan. Wie wil, kan een beetje een sprintje trekken voor de laatste 10 seconden. Even een klein beetje sneller bewegen. Nog 3, 2, 1. Oké, en we gaan boksen. Dus je bokst vooruit. Of je heeft een uppercut. Of je heeft schuin. Of wat dan ook. Belangrijk is dat je gewoon je bovenlichaam echt wel met kracht beweegt. Oké, we zijn al door de helft. We hebben nog 5 voor te boksen. En nog een ding. En nog een hoek misschien nog een keer. Oké, 20. We gaan squatten. Dus eigenlijk ga je gewoon achteruit. Je knieën niet voorbij. Je enkels. En een keer goed. Precies alsof dat je op je stoel gaat zitten. En dan toch weer moet recht staan. We zijn nog 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Dank je wel voor jullie enthousiaste deelname. Waarom is bewegen zo belangrijk? Omdat je eigenlijk door te bewegen je cortisol en adrenaline levels naar omlaag haalt. Dat wordt dan allemaal dat extra suiker dat losgemaakt is om energie te leveren in je lichaam, wordt dan gewoon opgebruikt. Dus daarvoor is dat onder andere goed. En meestal,
als je aan het bewegen bent, dan is je hoofd ook eventjes los. Dan denkt je nu misschien van, oh, zie ik er niet te onnozel uit op die webcam. Maar ik zeg maar, als je aan het tennissen bent bijvoorbeeld, dan heb je daar ook geen tijd voor. Want dan moet je anticiperen of hoe sla ik tegen die bal. Nee? En andere sporten, of als je aan het lopen is misschien een slechter voorbeeld. Omdat er dan sommige mensen wel aan het piekeren zijn. Maar een beweging in het algemeen is goed. Goed voor je stressniveau. Oké, ik zie ondertussen dat er ook nog mensen heel wat hartjes hier opgeplakt hebben. Ik ga even kijken of dat ik die hier eventjes wegdoen. Yes. Goed. Ik heb jullie dan net voor de break, en nu moet je eventjes weer teruggaan, gevraagd om jullie hoogste en je laagste piek eigenlijk een keer te benoemen. En waarom doen we dat? Omdat je heel erg bewust moet zijn van je energy devils en energy angels. Ik noem dat zo. Soms noemen we dat, wordt dat energievreters en energiegevers genoemd. En daar gaat het er eigenlijk over. Dat zijn dingen die je energie zuigen eigenlijk. Hè? Die eigenlijk alles... Die zijn van, dat kan verkeer zijn of vergaderingen. Afhankelijk van de inhoud of afhankelijk van de mensen die daar aan meedoen. Dat is ook een belangrijke. Huishouden kan ook zo'n energievreter zijn. Als je nu net aan het stofzuigen geweest bent en zo 10 minuten later je kinderen dan weer ergens doorgelopen zijn en het ligt weer al overhoop, heb ik heel vaak nu dat we allemaal heel de dag thuis zijn. Dat ik denk van, oh nee, nu heb ik weer net gestofzuigd en het ligt hier weer zo overhoop. Schoonmoeders of andere familieleden kunnen energievreters of energy devils zijn. Financiën, als het eventjes financieel moeilijk is. Ik denk ook nu, sommige mensen zijn tijdelijk technisch werkloos, moeten het met minder doen, weten niet over het voortbestaan van hun eigen bedrijf of van hun werk. Dus dat kan ook wel uw energie vragen. Te weinig slaap. Hele, hele significante. Je moet een keer achter een nachtje weinig slapen, dan proberen een goede, productieve dag van te maken. En ik zeg, productiviteit, dat is het weer voor Steven binnen een 3 of 4 weken, denk ik, voor daar meer controle over te krijgen, ook al heb je misschien weinig geslapen. Goed, energy angels, dat zijn dus dingen die je energie geven. Dat is onder andere sporten. Ik heb hier heel veel mensen, ik zie niet iedereen op het scherm, maar de mensen die meededen in mijn scherm, die waren wel aan het lachen. Die vonden dat wel grappig en het heeft maar misschien ook maar een minuutje geduurd. Maar het heeft toch wel iets teweeg gebracht. En misschien is het ook de situatie, dat is niet erg. Hè? Maar het gaat erom dat je zoekt wat dat je eindelijk plezier kan brengen. Zingen, heel luid in een auto, vind ik persoonlijk de max. Met je lievelingsliedje, een volle bak meebrullen. Dat je het gevoel hebt van... Waarom is zingen daarvoor ook goed? Dat zet je longen open. Heel belangrijk ook voor stress. Sociaal contact, tof. Dus bellen met een vriend, vriendin is ook al een hele goeie. Een badje nemen kan dat voor een goeie zijn. Slapen, uiteraard. Of meditatie bijvoorbeeld. Hè. Als je af en toe, en dat moet niet altijd heel formeel zijn, dat je zo heel lang mediteert, maar gewoon al een keer heel rustig ademhalen. Of je koffietje of theetje zeer bewust drinken, kan al een meditatief moment zijn. Oké, nu is het aan jullie opnieuw. Dus het gaat erover, wat zijn voor jullie angels en devils? En je mag gerust ook weer de annotation, de teksttool gebruiken. Dus als je bovenaan weer klikt annotate en je klikt tekst, dan kan je tekstvakjes op het scherm zetten. Dus zet voor wat dat er voor jou de grootste, kleinste, een keer een devil, een angel. Je kan deze ook aanvullen op je worksheet voor jezelf. Als je er nu weet of dat er daar nog bij komen. Ja, ik zie, wacht. Gaan jullie ze wel bij de juiste ding zetten? Want ik zie vergaderingen. Dat neem ik aan, dat is een devil. Ik zie fietsen, dat is een angel. Ochtendroutine, ben ik niet zeker of dat een angel of een devil zou zijn. Ik vermoed dat dat eigenlijk een angel moest zijn. Dus zet ze bij de juiste, bij het engeltje of bij het duiveltje. Ja, verkeer kan echt wel schilderen. Ook een leuke. Is dat schilderen gewoon tekenen dan? Allee, tekenen, dat is zo onherbiedig. Maar ik bedoel niet de muren schilderen dan.
Ik kan even kijken of ik hier die uit elkaar kan trekken. Muziek luisteren. Dieren. Dansen op het strand. Maar zo zalig. Op een terras zitten. Fietsen, lezen, sociaal contact, gamen, lopen. Maai, super. Ik ben blij dat er meer positieve dingen komen dan negatieve. Ja. En ik zie hier dus bij de Energy Devils zinloze vergaderingen. Ja, dat is inderdaad wel. Dat kan echt wel heel erg ambetant zijn. Files en verkeer, beslissingen die wijzigen, ja, dat kan ook wel. Dat je denkt van, het is allemaal toch besproken geweest en dan opeens, poem, veranderen we weer. Incompetente leidinggevende. Negatieve mensen, ja. Offeren, vergaderen. Oeh, super. Ik kan je dat eigenlijk... Peter, wilde jij voor mij een screenshot pakken? Of een fotootje? Ik vind dat wel super, want als ik dat nu hier verder doe, dan ga ik dat allemaal kwijt zijn. Ik zou dat zo jammer vinden. Ik ga je een beetje uit elkaar zetten, dat we het ook kunnen lezen hier. Te veel luisteren naar anderen. Micromanagement. Oké, hier ook nog deadlines. Ruzie. Oké. Ja, de foto is gemaakt. Hangmat yoga om... Dankjewel, Peter. Hangmat yoga door Yvonne. Zalig. Als we binnen weer yoga mogen geven, dan gaan we dat nog meer doen. Super. Amai. Heel, heel tof. Hè? Dus het is belangrijk dat je eigenlijk je dag bekijkt. En als je op voorhand weet... Hè, wat dat kan gebeuren. Het kan gebeuren dat je een hele dag zinloze vergaderingen gepland hebt en dat je dat niet onderuit kan. En als je dat bewust bent... dat jouw energie devils zijn, je energievreters, dan moet je ervoor zorgen dat dat engeltje, dat je energy angels, wel ook aanwezig zijn tijdens die dag. En dat je dat misschien ook wel af en toe kan inplannen. Als je dan me-time of met de hond gaat lopen, als je dat kan, ja, misschien nu in het thuiswerk wel, als je 2 videocalls hebt en je kunt tussenin met je hond naar buiten... Of je kunt gamen, of je kunt in de tuin werken, of wat dan ook. Zorg dan dat dat een evenwicht is. Probeer dat echt wel in te bouwen als je dat kan voorspellen. Dat je dat echt wel in je dag gaat inbouwen. En dat is nu de uitdaging. Je hebt daarnet die stresscurve getoond en heel veel mensen zaten bovenaan aan die rode. Dan is de vraag van als je bewuster omgaat met je energy angels, of dat dan misschien wel een beetje lager zou kunnen. En het is ook belangrijk dat je een soort toolbox voor jezelf aanlegt. Hè? Dat je zegt van, oké, ik heb nu 3 minuten de tijd. Wat in die 3 minuten kan ik doen dat mij wel weer energie geeft? Hè? Dat je een soort go-to oefeningen hebt van, oké, dit brengt mij wel eventjes weer tot rust. Oké, super. Ik vind het echt wel geweldig. Ik ga ze nu wel moeten weer wegdoen, want we moeten verder gaan. Dankjewel voor jullie eerlijke ook antwoorden allemaal. Ja, het is hier weer wegdoen. Oké, en dan wil ik nog eventjes iets doen met jullie voor de toolbox dat ik net over gesproken heb. Hè. Het gaat over de toolbox dat je van die dingen de go-to kunt doen. En dat is iets heel simpels. En dat is je ademhaling. Ik heb je daarnet verteld dat je dat je een willekeurig en een onwillekeurig zenuwstelsel hebt. Wel, je ademhaling... is het ene dat eigenlijk tussen de twee of bij de twee hoort. Want je moet, als je daar niet over nadenkt, moet je niet het signaal geven aan je lichaam om te ademen. Als je slaapt, ademt je lichaam vanzelf. Als je er niet bij stilstaat, dat gaat wel goed zo. Maar je kunt het wel beïnvloeden. Hè? Je kunt heel bewust zeggen, en nu ga ik rustig ademen. En nu ga ik die ademhaling toepassen en ga ik mij eventjes een keer die rust gunnen. En dat is een heel, heel simpele manier om naar beneden te komen. Dat is iets dat je altijd mee hebt. En vooral, wat gebeurt er eigenlijk als je rustig ademt? Dan geef je aan het signaal, aan je hersenen het signaal dat alles veilig en oké is. Weet je nog, daarnet zei ik, als je fight, flight of freeze in actie schiet, dan is je ademhaling veel versnelder. Dus als je die zelf kunstmatig eigenlijk naar beneden haalt, dan kan je lichaam wel overschakelen naar de rest and digest. Wel voor eventjes en wordt hij eventjes rustig. En krijgen je hersenen het signaal om weer... Oké, ik mag het nu laten gaan. En je kunt dan ook weer helderder denken, want je prefrontale cortex,
die mag ook weer werken dan. Ja? Dus we gaan simpelweg nog een keer een break doen. Het is de eenvoudigste ademhaling dat er bestaat. En toch ondervind ik geef ook yogales, dat het een van de moeilijkste oefeningen is die er bestaat. We worden geboren met de diepe buikademhaling. Als je kijkt naar een babytje die slaapt, het is enkel het buikje dat beweegt. Enkel dat buikje dat op en neer gaat. Maar uw borstademhaling... Allee, dat hebben babytjes niet. Hè? Dat is niet de borst die beweegt. Hè? Dat is echt het buikje dat beweegt. En ik ondervind gewoon dat er heel veel mensen daar dat eigenlijk verleerd hebben allicht. Om zo adem te halen. Ja? Dus ik wil jullie graag uitnodigen opnieuw. Wie dat er mee wilt doen, doet mee. Wie dat zijn camera wilt aanlaten, laat hem aan. En wie niet, doet hem uit. Doe maar rustig op wat dat er voor jou het beste is. Ik ga dat hier eventjes een beetje beter naar beneden doen. Dan jullie eigenlijk mijn... Dus wat is eigenlijk de bedoeling? Dat je één hand op je borst legt en de andere op je buik. Ik ga mijn hand van mijn borst eventjes wegdoen, dan jullie mijn buik beter zien. Even kijken dat ik dat hier een beetje goed laat zien. En dan voel je eerst, waar zit je ademhaling? En daar is ook weer niet goed of slecht eraan. Dus oftewel voel je je hand op je borst meer bewegen, of je voelt je hand op je buik meer bewegen. Dat kan, of je voelt alle twee hetzelfde. Dat kan, perfect. Gewoon eventjes bij stilstaan waar dat ze zit. En dan kan je een keer eventjes gewoon bewust ademhalen. Dat wil zeggen dat je luchtstroom volgt van in je neus tot in je longen. Gewoon een keer voorstellen ook wat dat is. Als je wil, mag je ook je ogen sluiten. En dan probeer je heel diep in je buik te ademen. Dat is precies alsof dat er een ballon in je buik is. En als je inademt, blaas je ballon op. Dan wordt je buik bol. En als je uitademt, gaat die ballon weer terug. En valt ook je navel weer terug. En als je borst ook nog meegaat, dat is helemaal niet erg. Maar gewoon heel rustig. In en terug weer uit. Je hoeft het ook niet te hard forceren. En de ballon groter laten worden en weer terugzakken. Je mag nog twee cycli zo ademen, dus twee keer in en twee keer uit op je eigen ritme. En dan weer gewoon heel rustig bij ons komen. Dit is heel, heel simpel. Heel gemakkelijk in elke toilet of in elke vergaderzaal waar je eventjes naartoe kunt lopen, te doen. En zeer, zeer efficiënt. Er staat op mijn website bijvoorbeeld ook nog een andere ademhaling, de wisselende neusademhaling. Die is een klein beetje ingewikkelder, maar ook een zeer goede ademhaling om je terug in balans te brengen. Dus mijn favoriete go-to in mijn toolbox is gewoon ademhaling voor je stress. Goed. En we zijn inderdaad alweer... dat waren eigenlijk de dingen die ik wou meegeven. Dus eventjes samenvatten. Stress is een reactie op gevaar. Je kan dat herkaderen als je bewust bent van... is dit echt gevaar? Voelt dit als gevaar? Of kan ik het herkaderen in die zin van... ik heb nu stress omdat ik een presentatie moet geven... maar het maakt mij wel blij. Of ik heb stress omdat ik op vakantie moet en ik moet mijn valies nog maken. Maar kan ik dat herkaderen? Maar het is wel iets leuks. Dus probeer dat voor jezelf te zien. Van, is het een gevaar? Wees er echt van bewust van. Mijn lichaam interpreteert deze situatie als gevaar. Wat kan ik er eigenlijk aan doen om mijn lichaam weer gerust te stellen? En daarvoor zijn rustpauzes essentieel. Uw energy angels... elke topsporter kan het u op een papiertje geven. Elke topsporter maakt de grootste progressie als hij voldoende rust. Een topsporter die constant maar aan het trainen is, die gaat niet wereldkampioen worden. Echt niet. Dat zijn die zeer bewust hun rustpauzes nemen, die de grootste vooruitgang boeken. Zorg voor je energy angels.
wees je van bewust van, maak er een toolbox voor jezelf, wat dat je kan gebruiken, wat dat helpt. Ga misschien de volgende dagen op zoek naar wat dat je echt wel leuk vindt. Noteer dat voor jezelf, dat je daarnaar op dan kan teruggrijpen. Beweging werkt. Sowieso kleine bewegingen, zoals een keer gewoon je schouders rollen, of dan een keer intensievere beweging, echt sporten, in die zin van je hartslag echt wel de hoogte injagen. Ademen. Blijf ademen. Dus in elke situatie heb je dat mee. Ik kan je dat zeer, zeer bewust doen. Dat zou nu wel te ver voeren, maar als iemand daar nog meer graag over wil weten, hartcoherentie is een bepaalde ademhalingstechniek die zeer, zeer goed en wetenschappelijk onderbouwd is, dat die stressreducerend en preventief voor stress werkt. Zoek dat eens op of stuur mij een mailtje, dan kan ik daar wel nog... dat is ook een goed boek daarvoor. Blijven ademen wordt hartcoherentie heel goed uitgelegd. Wat dat is en hoe dat stress dat eigenlijk daarop inspeelt. En belangrijk, kleine stappen. Alles wat we nu gezien hebben, dat lijkt allemaal zo heel erg klein. En jullie hadden misschien de grote... de oefening graag gehoord van dit is het en daarmee ben ik voor de rest van mijn leven van de stress af. Dat is het niet. Kleine stappen. Gedragswetenschappers zijn het erover eens dat de grootste en blijvende verandering in gedrag enkel komt door heel kleine, manageable dingen en eventueel ook te koppelen aan iets dat je altijd doet. Hè? Dus als je zeg maar iets, als je je tanden aan het poetsen bent, dat je zo af en toe een keer op de toppen van je tenen komt staan, gewoon om een beetje in beweging te blijven. Maar als je dat koppelt, dan blijft dat een blijvende gedragsverandering. En ook niet vergeten, in zo dingen, zo klein ze ook maar zijn, het ripple effect, dus het is als je een steen in het water gooit, en de golfjes die de steentjes maken... die zijn ongelooflijk en kunnen ongelooflijk verder dragen. Dus onderschat kleine wijzigingen in je leefstijl zeker niet. Die kunnen altijd effect geven op de rest van uw belevingen van uw leven. Goed, laatste oefening. Allerlaatste oefening. Je hebt nog één veldje hier in je worksheet. Play, pause, repeat. Heel simpel. Play is, wat ga je vanaf morgen doen? Dat je misschien nog niet deed. Pause is met wat ga je stoppen, wat dat je tot nu toe deed. En repeat is, hey, ik was daar al een keer goed bezig, dat doe ik al, dus ik ga dat blijven doen, ik ga daar verder op inzetten. Dus je mag dat ook weer opnieuw in je worksheet zetten. En wie dat er zin heeft, mag het ook op de slide zetten dan, als je daarmee klaar bent. Dan weet ik zo'n beetje wat dat jullie meenemen. Wat dat misschien nieuw was, wat dat jullie al supergoed deden. Dat mag je inderdaad niet vergeten. Ademen. Oké, blijven ademen. Dat is een goeie. Dat komt er al op. Die zich zeer bewust al was van zijn ademhaling. Beweging. Ja, en beweging moet inderdaad ook niet... reuze groot zijn. Hè? De trap een keer rapper oplopen dan dat je gewoon bent, is ook al goed. Hè? Of een keer inderdaad met je hond gaan wandelen of met je collega's gaan wandelen. Of stretchen. De ochtendroutine, schouders. Gewoontes kweken. Bewuste pauzes, een toolbox maken, yoga. Ja, yoga voor mensen die willen starten met yoga en niet zo goed weten. Nu zijn er natuurlijk heel veel mensen, of heel veel yoga-studios ook die online lessen aanbieden. Wie dat er daar interesse heeft en zegt van ja, ik heb meer interesse in dit of in dat, mag mij ook gerust een mailtje sturen. En dan kan ik zeker en met veel plezier mensen aanraden die je daar best kan volgen. Want yoga is ook zo, bestaan 1001 yoga-soorten en ook zeer veel verschillende yoga-teachers. Iedereen op zijn andere manier. Goed, stoppen met dagen te vol te plannen. Ja, dat is iemand. Steven, dat is eentje voor jou. Hè? Steven, gaan jullie waarschijnlijk ook veel over planning en
tijden, bufferzones en zo verder leren. Dus dat is inderdaad een hele goeie. Dus als je daar nog de kneepjes van het vak wilt leren, 1 juni. Ik hoop dat mediteren eigenlijk niet bij pauze moet staan, maar bij starten of bij blijven doen. Want mediteren is zeer goed. Ook een aanrader. Het No-Nonsense meditatieboek van Steven Laurijs. Neuroloog is die. En heeft er echt wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Ik geef wel yoga en ik doe meditatie, maar ik ben absoluut niet van het zweverige type. Maar als er iets wetenschappelijk onderbouwd is en dat werkt voor mij, dan ben ik super blij. Ik heb nog een beetje dichter halen, dichter zetten. Het No-Nonsense meditatieboek. Dat is een goede noem daarvoor. Tot laat filmpjes kijken. Ja, dat is ook zo'n eindje. Nou ja, inderdaad, best stopt. Soms ben ik ook nog zo 's avonds door Facebook en zo aan scrollen. En denk ik, oké, wat levert mij dat op? Ja, niks anders dan minder slaap. Uit. Trouwens, het beste, je gsm niet in je slaapkamer opladen. Er bestaan ook nog analoge wekkers of andere wekkers voor de mensen die zeggen van, ik heb mijn gsm nodig als wekker. Dit maar even terzijde. Goed. Oké, super. Als je daarvan bewust bent, dan komt dat allemaal heel goed. Ik ga dat nu eventjes nog een keer weer moeten wegdoen. Ik heb nog een cadeautje voor jullie. Ik heb een mood tracker gemaakt. Dat is ook een hele goede tool om een keer te zien hoe dat je dag eruit ziet. Je kan die downloaden onder vitalitywarehouse.be/moodtracker. Ik ga dat eventjes in de chat zetten. Oei. Kan je dat nu niet tippen? Ja. /moodtracker. En wat is dat eigenlijk? Dat is een hele simpele tool waar je rechts, dus hier, kunnen jullie mijn muis eigenlijk zien? Ja. Dus rechtsboven maakt je eigen legende. De stressvolle dag zetten bijvoorbeeld in het rood. Savadag in het oranje. Super hard gelachen. Ik heb mega veel fun gehad in het groen. En zo kun je zo van die eigen legendes doen. Je hebt daar een vakje om je energy angels als reminder in te zetten. Van oké, heb ik die gebruikt? Dan kan je bijvoorbeeld... Ik zet daar iedereen op. En dan kun je elke dag eigenlijk kleuren. Dat je kleur s'avonds... Als dat bijvoorbeeld als stress of zoiets een lange periode, als je dan 7, 8, 9 blokjes rood achter elkaar gekleurd hebt, dan weet je dat je keihard een energy angel nodig hebt of gewoon een break of wat dan ook. Zorg dan dat er af en toe een keer ook een groene dag erbij is. Hè? Zo'n zondag, als er dan net iemand in de stresscurve getoond hebt. En dan kun je dat dan een keer goed opvolgen. Maar eigenlijk is het gewoon een tool om s'avonds een keer stil te staan bij je dag. Heb ik mijn energy angels bewust ingezet? Of waren de energy devils vandaag een beetje heel erg actief? En heb ik mij daardoor laten overrompelen? Dus die kunnen jullie downloaden. En dan ben ik eigenlijk al rond. Ik ga eventjes kijken naar de chat. Ik heb het eigenlijk niet zo goed in toog gehouden als ik dat wou. Maar ik ga eventjes kijken wat dat er hier nog bij staat. Peter, je mag me altijd helpen wat dat ja. nog is. Yvonne, ik heb een vraagje gekregen van Guy de Vet. Als je stress krijgt van corona, dan kan je niet meer helder denken. Ja. Is dat ook na 2 maanden corona? Ja, dat is eigenlijk omdat... waarschijnlijk speelt dan heel erg de onzekerheid. Onzekerheid is ook iets van, ja, wat brengt de toekomst? Dat is waar mensen nu heel erg mee zitten. Maar ook, mensen zijn gewoontedieren. Dus eigenlijk kunnen we dat zo als een beetje een overgroot sociaal experiment allicht bezien. We zijn ten eerste opgesloten in isolatie voor veel mensen. Helemaal niet fijn. Maar we moeten wel nog hetzelfde presteren als ervoor, voor veel mensen. Dus mensen die thuis werken, moeten in omstandigheden dat ze het helemaal niet gewoon zijn, opeens hetzelfde presteren met andere middelen, op andere manieren.
Sommige mensen zijn ook totaal niet technologisch aangelegd of hebben daar eigenlijk een hekel aan en moeten nu heel de tijd voor een scherm vergaderen. Allemaal ongewone dingen. Dus dan is het inderdaad heel normaal dat mensen daar stress van krijgen. Ook omdat een van de grootste energy angels allicht, is ten eerste sociaal contact, maar ook huidcontact. Mensen buiten uw bubbel niet meer kunnen knuffelen, kunnen vastpakken. Dat is ongelooflijk stress voor het lichaam. Dat is ook weer zo'n hormonale kwestie. Er bestaat echt een knuffelhormoon. Dus als je kunt knuffelen, dan wordt oxytocine vrijgemaakt. Heel belangrijk bijvoorbeeld voor bij babytjes. Dan voelen die zich veilig. Als er bij babytjes heel veel oxytocine is, dan voelen die zich veilig en kunnen die zich beter ontwikkelen. Dus ja, het is normaal dat wij stress hebben in deze coronatijden. En dan is het inderdaad aan voor jezelf te vinden, ook in deze situatie, wat brengt jou het meeste stress en hoe kan je dit beperken? Als je videocalls als stress ervaart, dan moet dat ergens te bespreken zijn, eventueel met je collega's, om te zeggen van, oké, we videocallen, maar geen uur aan een stuk, laat ons dat beperken tot 30 minuten. Is trouwens voor vergaderingen in het algemeen, en ik dacht dat Joke hier was, Joke Raas heeft volgens mij ook bij JCI efficiënt vergaderen, dat geldt ook voor een scherm. Hè. Dus is dat een antwoord op de vraag? Ja hoor, ik bedoelde ook dat ik er heel veel mee geconfronteerd word in mijn omgeving van mensen dat ik het niet verwacht dat ze dus irrationele angsten hebben momenteel. Ja, omdat het ook iets wat ons brein zekerheid geeft, zijn dingen die al in het verleden gebeurd zijn en die we kunnen afroepen. Als we weten van, er is iets gebeurd, ik ben dat al een keer tegengekomen. Ik zeg maar iets, als je hebt een keer een ongeluk gehad met een auto, kopstaartaanrijding, de eerste keer dat je dat voor hebt, dan is het aan het flippen. Maar een tweede keer dat je dat voor hebt, dan weet je van, er is niemand gekwetst, dus enkel blikschade, ja. Verzekering, papieren invullen, je brein kan erop teruggrijpen. Maar dit is een situatie die wij allemaal nog nooit meegemaakt hebben. Dus ons brein weet niet uit welke ervaringskist dat het nu kan putten om zichzelf weer rustig te houden. Dus het is inderdaad een irrationeel, ja. Omdat er is niks waar we dat kunnen aan meten. Hè. En het is inderdaad verbazingwekkend dat mensen dat je denkt van wel, die zouden dat wel eigenlijk goed kunnen verdragen, die dan wel daar ook van afzien. Hè. Ja. Verklaart dat kramp in schouders bij langdurige stress, heeft er hier ook iemand gevraagd. Ja. Het is letterlijk. Soms heb je zoiets. Onze taal komt ook niet van niets. Hè. Een last die van je schouders valt, hè, omdat er iets geregeld is, omdat er iets wegvalt, omdat er een taak wegvalt. Dat is letterlijk omdat je schouders ook wegvallen. We hebben ook de neiging om inderdaad hier op te krampen. Juist weer hetzelfde komt een beetje uit de evolutie. Op het moment dat je stress hebt, dat er gevaar is, dat echt wel lichamelijk levensbedreiging is, wat ga je doen? Je gaat je vitale organen beschermen. Die zitten allemaal onder je borstkas. Hè? Thorax, dat is het Latijnse woord voor je borstkas. Dat betekent schild. Thorax is het Latijnse woord voor schild. Dus dat beschermt je vitale organen. Je hart, je longen, je lever en zo verder. Dus wat doe je? Je beschermt dat. Je maakt dat hier toe. Hè? Onbewust heel vaak. En dan komt dat heel tijd in spanning. Zit dat hier in spanning, opgekrompen. En dan maakt dat letterlijk je spieren altijd in kramp zitten. Dus af en toe een keer goed opentrekken. Je borst opentrekken. Je hart open noemt dat in de yoga. En bewust loslaten. Om te voelen of dat je eindelijk verkrampt bent of niet. Gewoon een keer je schouders heel hard optrekken. En dan zo. En dan het verschil voelen. Zo. Ja, helemaal. En dan voel je eindelijk van ben ik verkrampt of niet. Dus dat is inderdaad een lichamelijke reactie van stress dat het allemaal opkropt. Stef zegt, ik heb net de indruk dat mijn prefrontale cortex in overdrive gaat bij stress. Of is het maar een idee dat ik beter presteer onder acute stress? Prefrontale cortex in overdrive, dat is inderdaad een moment dat je op adrenaline werkt. Maar als je te veel
te veel, dan gaat het opeens niet meer rationeel zijn. En dan gaat op dat moment, als je nieuwe dingen moet bijvoorbeeld bedenken, gaat dat al een beetje moeilijker zijn, want je brein kan niet teruggrijpen op iets dat al ergens beleefd is en wat het uit het ladertje kan trekken. Ja, dit heb ik al een keer gehad, ik ga dat zo en zo oplossen. Dus het kan. Maar ook als je dat gevoel hebt dat je daardoor beter presteert. Let op, ik ben ook een deadline-werker, hè. Geef mij 10 dagen om iets te doen. Ik ga de laatste 2 dagen eraan werken. Dat is gewoon ook een voorkeur. Hoe dat je graag werkt. Andere mensen. En ik zie Steven lachen. Waarschijnlijk ben ik nu helemaal weer de ding in het gaan. Maar iedereen heeft daar een voorkeur. Of heeft een natuurlijke manier hoe dat hij daarmee wilt graag omgaan. En dan zal het inderdaad op adrenaline zijn als je tegen een deadline vlamt. Ik bedoelde het eigenlijk ook omgekeerd. Ik vond het nog heel even mag. Als ik niks te doen heb, ja? of het is te kalm op een bureau bijvoorbeeld, dan ga ik niet op gang, dan krijg ik niks gedaan. Terwijl als mijn lijst overvol is, dan ben ik super productief. Ja. S'avonds zitten mijn schouders vast, mijn nek vast, ik ga mijn koppijn slapen, maar ik heb wel dagen dat ik goed doorknal. Dus ik heb eigenlijk liever dat ik te druk heb en gestresseerd ben en s'avonds koppijn heb. Ik weet dat een heel slecht idee is, hè? Maar dat ik te weinig te doen heb, dan heb ik geen drive om in gang te schieten. Dus. Laat ik een keer zeggen dat zo'n beetje adrenaline-junkie-achtig is? Ja, nogthans op andere vlakken heb ik dat niet. Ja. Maar, nee. Maar het is wel, maar ik weet dat jij wel bijvoorbeeld bij meubels restaureren en dergelijke, dat zijn wel zo dingen dat eigenlijk goed zijn. Dat zal waarschijnlijk voor jou ook een energy angel zijn, waar hij zegt van, ik kan me daarmee opladen, ik kan daar wel. En dat is in uw ogen niet productief, maar dat is voor uw lijf en voor uw hersenen het beste dat je kunt doen. Nee, het is niet omdat het voor ons niet productief lijkt, dat het niet goed is voor ons. Dus dat is misschien een doordenkertje. Oké, Joke vroeg van, hoe doe je dat? Joke, ik weet niet waarover dat is. Hoe doe je dat? Ik heb het gemist. Ik kan het niet vinden. Ah ja, dat was waarschijnlijk met de annotation. Ja, oké. Okay. Dat zijn allemaal van hetzelfde tijdstip, inderdaad. Waarschijnlijk waren dat de icoontjes. Oké. Okay. Voilà. Stef geeft ook nog grootste stresspiek, belangrijkste pitch uit mijn carrière vanmorgen en grootste relaxmoment coronadutje met mijn dochter vanmiddag. Lijkt mij een perfect evenwicht. Goed gedaan. Oké. Hoe vaak zou je tijdens een thuiswerkdag een korte bewegingsbreak het beste doen? Iedere uur. Als je kan, ieder uur. Ieder uur een minuutje, 5 minuten recht staan, zou dat al super, super goed zijn. En zoals gezegd, het hoeft niet lang te zijn, maar dat is ook wat de ergonomie mensen en zo verder aanraadt, is je printer aan een andere kant zetten en dergelijke, gewoon om dat regelmatig te doen. Maar een keer stretchen en een keer ook het gevoel, als je zo een keer heel tijd getypt hebt, dan een keer recht zetten. We staan ook van die timers, zo die Pomodoro-dingen van 25 minuten in die deep focus te gaan. Als je zo'n timer opzet en je hebt 25 minuten gewerkt, dan is dat een super moment om eventjes kort te stretchen en dan heb je iedere keer weer achter een half uurtje een break of achter een uurtje een zeker eentje. Peter heeft de link ingezet van het No-Nonsense meditatieboek. De oxytocine voor Stef. We gaan dat inhalen, Stef. Oké, dankjewel, Dominique. Vuistje terug. Voilà, Joke zegt ook. Training krachtig vergadering. Krachtig vergadering komt binnenkort beschikbaar in een online versie. Top. Dus alles wie dat er nu al stress heeft van online vergaderingen, die moet binnenkort bij Joke zijn om daar de goede strategieën aan te leren. Andere insteek, super, ja. Dank je wel voor al die complimentjes. Vind ik super, super leuk. Oké. Er zijn geen vragen meer, dacht ik. Ja, ik heb hier... Goed, ik denk dat ik het allemaal gehad heb. Dan
Oké, okay, prima, Yvonne. Mag ik nog eventjes? Ik heb nog een cadeautje voor jullie. Het is niet waar. Ik heb een e-book geschreven. Allee, het zijn gewoon een verzameling van een aantal tips. Kun je ook downloaden op mijn website, vitalitywarehouse.be, /e-book meer energie. Ik kan die misschien ook straks nog een keer in de chat zetten. En wacht, ik ga die in een linkje eventjes... Goed, ik ga binnenkort nog een one-day retreat geven op 11 juli, als we dan al mogen bij elkaar. Dat ze zo'n dag helemaal terugkomen. Ik verwerk deze en nog veel andere input, dus in een grotere vorm, ook op dit moment in een online training. Dus je komt ook binnenkort online. Wie dan met mij in de hangmat wil hangen, altijd welkom in Brugge, vanaf september ook in Kokseide. Ik geef dit soort van trainingen voor particulieren en ook voor bedrijven. Als je zegt van, ik heb mijn collega's hebben daar nood aan, bel mij. Of ik wil dat een keer met vriendinnen doen, bel mij. Als je één op één met mij wilt werken, personal lifestyle coaching doe ik ook. Dus als je daar interesse in hebt, dan kan je mij vinden op Instagram, je kan me vinden op Facebook, je kan me vinden op LinkedIn. Of je belt mij gewoon. Mensen van JCI... vinden mij sowieso op de een of andere manier. En ik zou het fijn vinden om jullie op de een of andere manier nog een keer over dit onderwerp te kunnen sparren of wat dan ook. En dan wil ik jullie heel hard jullie bedanken voor jullie aandacht, voor het bereidwillig meedoen met alle zotte oefeningen die ik graag met jullie gedaan heb. Dus inderdaad, jullie hebben daar ook voor moeten werken. Dat vind ik super tof. En dan... denk ik, ga ik nu het woord weer teruggeven aan Peter. Dankjewel. Dankjewel, Yvonne. Voor de mensen van JCI wil ik nog een kleine uitsmijter geven. Namelijk, Yvonne heeft zich ook geëngageerd bij JCI PIEP. Dat is een project van JCI Lier. Om eigenlijk op een hele toegankelijke wijze coaching aan te bieden. En Yvonne is daar coach, dus mensen die graag daar meer over wensen. Het is enkel toegankelijk voor JCI-leden weliswaar. Je moet gewoon naar jcipip.be en kunnen daar gerust hiervan boeken. Ik wil je alvast bedanken. Wens je meer informatie over zulke onderwerpen zoals vandaag, dan kan ik u al verblijden met 11 juni met de Steven van den Beelen. Maar zolang moet je niet wachten. We kunnen ook donderdag al onze energie opladen of kijken hoe dat we onze energie in balans kunnen krijgen met... Simon Alexander Ong, een heel gevraagde internationale spreker die donderdag hier aanwezig zal zijn. Dus ik zou zeggen, boek alvast, het staat in de chat voor nu donderdag. Steven wordt nog gemaakt en binnenkort gelanceerd. Ik wens je alvast veel anti-stressgenot of een cooldown, een slowdown. En volg ons ook op ons kanaal. Maar vooral geniet en geniet met mate, geniet van elkaar, online of offline. En wij zien elkaar terug binnenkort. Dank u vriendelijk, dank u wel Yvonne en dank u wel iedereen aanwezig. Dank je wel. Dag. Dag.